We zijn bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. En ja, we moeten een mondkapje op, anders kunnen we niet naar binnen. We gaan luisteren naar een basklarinet. Kom op. Kijk. Hier staat de dirigent. En hier zit dan het hele orkest. En daar zit Herman. Daar gaan we zo meteen naartoe. Kom, even hier langs, Christian. Contrabassen. We mogen nergens aan zitten. Maar soms hebben ze ook zo'n rubberen slipstream liggen, zodat je je instrument erin kan steken, dat het niet wegglijdt. En daar, ik zie een paar harpen. Zie je dat? Maar ze zijn wel lekker ingepakt. En hier zit Herman. Tom. Dat is zo lang geleden. Nou en of. Ik mag nu mijn mondkapje af. Goed. Wat een ontzettende lange, rare klarinet heb jij bij je. Klarinetje. Het is een, heet dan ook. Kijk, de klarinet, die is het mondstuk. En de S, het is ook een vorm van een S, nietwaar? Bijna. Ja. En dat is dus, want als het, normaal gesproken zou dit dus nog helemaal recht moeten. Dus dan recht. Maar ja, dan kan ik er niet bij. Dus een of andere gek heeft bedacht van, weet je wat, we maken daar voep van. Dus dat is wel handig, inderdaad. Ja. Want anders had je de hele tijd moeten staan en naar beneden moeten blazen. Ja, ruzie met de dirigent. Dan gaat u toch zitten. Ja, maar. Ik kan er niet bij anders. Goed. Nou, dus, en, maar, om even voor, ik kom straks op terug. Dit is dus eigenlijk zo, en dan misschien nog ietsje langer dan dus de normale klarinet. Dat ziet eruit als een normale klarinet. Ja. Maar als ik deze er nou langzaam opzet, even goed kijken wat ik doe, hoe ik dat doe. Verder naar beneden. Hij wordt steeds lager van toon. Omdat die buis natuurlijk langer is. Precies. Nou, en daarom heet dit dus de, want deze gaat lager dan de gewone klarinet. En dan is dit dus de basklarinet. En nu we toch in die hele ruimte zijn, Christian, laat eens zien. Waar de dirigent is, zit best ver van jou vandaan. Hè? En nu nog veel erger, want het is coronatijd. Ja, want iedereen moet afstand hebben. Ja. Kun jij dan goed zien wat hij doet? Herman? Ja? Kun je dan goed zien wat heel goed zien, ja. Doe maar, ik speel, jij dirigeert. Ja, dat is leuk. Bijvoorbeeld vader Jacob. Ja, ik ga jou dirigeren. Ja. Let op. Ik zit ook wel eens in een hoog register. Maar eigenlijk een grote functie, bas, klarinet. Kijk, als ik kan niks doen, dit is het instrument, alles erop en eraan, maar dan kan ik nog niks als ik geen basklarinetrietje heb. En voor de klarinetter is dat hetzelfde, dat is een rietje. Waar wordt dit van gemaakt? Van bamboe. Oh. Kijk, je kunt het nog zien, dit is de buitenkant van een bamboestok. Wat leuk. Vroeger hengelstokken, maar ik weet niet of de jeugd dat nog kent. En die worden dus even gemaakt en dit is helemaal plat hierachter, helemaal. En dit is mooi tot aan het puntje toe flinterdun, hier zo. En dat is dus wat er gaat trillen. En als ik dat dus op een mondstuk zet, zo, dan kan ik dus het riet door erop te blazen gaan trillen. Dit is niks. Dit is dus alles waar het om gaat. Als dit niet goed is, dan heb ik een rotdag. Prachtig slot. En het orkest heeft heel veel lol.